PGO, wat is dat eigenlijk? PGO is een afkorting voor persoonlijke gezondheidsomgeving. Dat is een app of website waar je een kopie van je medische gegevens kunt bekijken. En je kunt ook zelf gegevens toevoegen in je PGO. Er zijn verschillende PGO's waar je uit kunt kiezen. Ik vertel je er graag meer over. In een PGO kun je dus jouw medische gegevens zien. Dat is handig. Je kunt bijvoorbeeld zien welke medicijnen je hebt gekregen of wat de bloeduitslagen van een onderzoek zijn. Of als je nog eens na wil lezen wat de huisarts je heeft verteld. Hoe werkt dat? Die gegevens staan in de computer bij verschillende zorgverleners. Bijvoorbeeld bij je huisarts, het ziekenhuis, GGZ-instelling of apotheek. Met een druk op de knop haal je een kopie van deze gegevens op een veilige manier naar jouw PGO. Je weet dat het ophalen veilig gebeurt als je dit label ziet, het Met Mij label. Het ophalen van je gegevens kun je bij steeds meer zorgverleners doen. In de meeste PGO's kun je ook zelf gegevens over jouw gezondheid toevoegen. Bijvoorbeeld wanneer de huisarts je vraagt om zelf je bloeddruk te meten. Of wanneer je wil bijhouden hoeveel je eet of drinkt. En hoe vaak je sport. Je typt deze informatie er gewoon zelf in. Een aantal PGO's kan daarnaast ook verbinden met gezondheidsapps of met bijvoorbeeld een slim horloge of stappenteller. Met een PGO staan alle gegevens over je gezondheid op één plek. Handig toch? Tijd om eens wat stappen te zetten. Meer weten over PGO's? Ga dan naar pgo.nl. Bekijk de volgende video om er nog wat dieper in te duiken.